Hallo, ben jij vandaag dit jaar al naar het strand geweest? Nou, ik kom er eigenlijk niet zo vaak, terwijl heel ver van Zeeland woon ik hier niet, of van het strand. Ja, het is toch al gauw 1,5 uur rijden, maar toch. Nederland is eigenlijk bijna overal ben je wel dicht bij het strand. Laten we vandaag eens tekenen dingen die bij het strand horen. Doe je mee? Ja, vandaag de dag van het strand. Nou, hop, strand, hop. Wat is dit? Nou, kijk, het is een emmertje. Een strandemmertje, misschien wel zo. Een schepje erbij, altijd leuk. Dit is wat zand zo. Als we daar dan ook nog eventjes zo een krab bij tekenen, dan is het helemaal een strand. Ik weet niet of een krab er zo uitziet, maar. Nou, ik vind het best een aardig krab. Wat hebben we nog meer op het strand? Misschien een mooie strandbal. Ja, een strandbal. Nou, laten we hem eens zo tekenen. Nou, dat was nog niet zo heel eenvoudig. En doe nu vlak inkleuren. Wel allemaal net iets anders. Suggereren we dat het een gekleurde een bal is, nou, echt wel een strandbal, hè? Zo. Nou, wat zie je nog meer bij op het strand? Nou, zo worden ze niet veel meer gemaakt, maar vliegers natuurlijk. Met eraan een vliegerstaart. Ja, en je hebt natuurlijk de horizon. Van de zee. Dan heb je golven aan zee en je hebt bootjes op zee. Zo. We hebben de sunset, hè? De zon die zakt in de zee. Dan hebben we reflectie van die zon zo op het water. Natuurlijk hebben we nog meeuwen in de lucht. Op het strand zijn het dat veel van die zeemeeuwen heten dat. Zeemeeuwen, strandmeeuwen. Ja, en we nog een strandhuisje doen. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe die er precies uitzien. Maar ik denk dan zoiets. Zeker weten doe ik het niet. Ja, laten we zeggen dat hij gestreept is. Hij zit natuurlijk ook in het zand. Ja, strandhuisje. Ziet dat er echt wel zo uit? Hij gaat een beetje uit de wind staan. Zo. Nou, volgens mij is dit niet helemaal een goed strandhuisje, maar. Ik heb eigenlijk nog nooit een strandhuisje van dichtbij gezien. Nou, het is het dak in ieder geval. En dan kan je hier binnen kan je zitten, zeg maar. Of schuilen. Nou, een strandhuisje. Goed. Misschien moet ik eens op internet gaan kijken hoe zo'n strandhuisje eruit ziet. Want volgens mij niet helemaal zo. Goed. We zien zelf nog wat dingen. Nou ja, mensen in het water natuurlijk. Kon ik dat vergeten zo. Mensen die lekker aan het zwemmen zijn. Hopla. Die zo, iemand die echt borstkrol aan het doen is. Nou, rubberbootje kan natuurlijk ook. Mensen die in een rubberbootje zitten zo. Nou. Hoop lol. Aan het strand. Nou, hier een beetje de branding zo.
En dan hebben we het strand getekend. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met het strand. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!